DAF, toen de tijd was het zeker een kleine speler in het hele vrachtautogebeuren. Maar er is altijd de mentaliteit geweest van luister even, we kunnen wel klein zijn, maar wij maken gewoon de beste trucks. Ze moeten maar naar onze achterlichten kijken. Jan, met de DAF, bijna 1000 pk en ook makkelijk 180 km per uur in de top. Leider in het vrachtwagenklassement. Zijn grootste belager, de Fransman Groin, heeft erg veel pech gehad, grote achterstand opgelopen. Hier is het beroemde beruchte schetsje. Hij lag daar ergens op tafel, want we hadden geen ander papier. En zo zijn we begonnen. Voor mij was het heel simpel. Bijvoorbeeld met de motocross begonnen is, dan heb ik de rallycross gedaan. En op een gegeven moment kwam DAF van Dakar. Dakar. Nooit van gehoord. Goed, in 82 ben ik begonnen. En als er een extra kantje was voor mij, dan was het Dakar gebeuren. Dus vanaf 82 is mij elk jaar vast geweest, een maand weg, Afrika. Ja, kijk, Jan de Rooij is natuurlijk by far de beste die je kan vinden in dit land. Was en is een zeer goede relatie van het concern DAF. En ja, dat was niet een kwestie van keuze, het was een geschenk dat we dat samen met Jan konden doen. In 1983 heeft Jan de Rooij met een E-motorige meegedaan in de Rally Parijs-Dakar. Dat is ook de eerste keer dat ik er min of meer bij betrokken ben geraakt. En toen Jan de finish bereikt had, hebben we na zitten praten over hoe het ging tijdens de rally, en toen kwam ja, eigenlijk zijn grote frustratie naar voren van ik moet meer vermogen hebben, want zo gaat het niet. Ik zeg, we hadden toen een auto die 13, 14 ton boog. Met 600 pk, ja, daar vertrok niet, dat wou ik niet. Daar is aan alle kanten racen voorbij, dus dat was toen al het begin aan het van mij geweest, vermogen. DAF die had alleen maar motoren van 11,6 liter. En dus een grotere motor, wat eigenlijk voor de hand ligt. Je vervangt een kleine door een grotere. Ja, dat was niet mogelijk. En toen zei ik eigenlijk voor de gein, nou, dan leggen we er toch twee in, Jan. Dat was eigenlijk helemaal niet serieus bedoeld. En toen gingen we daar iets verder op in. En toen hebben we daar een aantal principeschetsen op een toevallig voorhanden zijnde envelop getekend. En één daarvan is het uiteindelijk geworden. Althans, met dubbele cabine. Daar zijn we mee begonnen. Toen we met dat ontwerp begonnen, zijn er denk ik wel ja, tientallen mensen bij mij gekomen die zeiden, ja, dat gaat toch niet met twee motoren? Als de ene iets meer doet dan de andere, dan loopt dat toch vast en zo. Ik heb die mensen steeds uit moeten leggen dat het niet zoveel uitmaakt of de ene een beetje meer vermogen heeft dan de andere. Zelfs als hij in een andere versnelling zit, zolang hij maar in dezelfde richting gaat.
Ja, dat was voor die tijd wel. Ja, dat was ver voor zijn tijd uit. Het idee was heel simpel. Ik moet meer vermogen hebben. Ja. Ja, dat kan niet anders uit één motor. Ja, dan twee. Dat heb ik altijd gehad. Als ik iets met een bal ophangen, een kop ophangen, dan gaat het onderste en boven staan. Maar dan zal er iets moeten gebeuren. Maar dat is zowel zakelijk als in de sport, dat is altijd geweest. En nog trouwens hoor. Als ik iets met een kop ophangen, dan denk ik dit en ik denk dat. Hoe ik het doe, dat weet ik niet, maar ik moet daar komen. Het was natuurlijk altijd zo dat in vervoerskringen was het altijd het verhaal. Ja, DAF. Ja, wie koopt er nou DAF? Zonder dat daar een verder veel achtergrond achter zat. En ineens gaat er een meneer in een auto zitten en die maakt furoren. Dat heeft DAF bijzonder veel gebracht. En dan gaat het niet alleen over verkoop, maar met name de naamsbekendheid. Waarbij dan die in vele ogen sympathieke knuppel uit Brabant hoort. Loers noemden ze hem, hè? De beer in Frankrijk. Niet voor niks natuurlijk. Als je over een vrachtwagen dacht en je zou kunnen tekenen, teken je er toch zo'n chauffeur in? Toch geen andere? Van 82 tot 87 hebben we eigenlijk 5 jaar geoefend of geleerd, laat zo zeggen. Ja, het is in 87 waar we inderdaad echt op het punt gekomen van ja, dit is de ideale auto. Wij werden overal waar wij kwamen in de fabriek, als we iets moesten hebben, dan werden we meteen geholpen. Hè. Dus, oh, is het afvoer? Ja, dan kon er ook veel. Dus iedereen, toen stond er de hele fabriek achter. Dan had je het gevoel dat heel veel jongens in de fabriek, maar wij waren ook gewoon jongens uit de fabriek. Ons team bestond uit jongens uit de fabriek, de meeste. De Roy achter het stuur met het gemak of hij een sedan bestuurt. Maar er moet behoorlijk worden gewerkt om de enorme wagen in het goede spoor te houden. Op terrein waarvoor hij eigenlijk niet is gemaakt. Een racecircuit laat de Roy zien dat het met de bochteneigenschappen van de wagen goed is gesteld. Blauwe rookwolken accentueren dat banden het zwaar te verduren hebben. Die truc, ja, dat is natuurlijk een dusdanige evolutietruc voor die tijd. Ja, toen mocht ook nog heel veel. Hè. Tegenwoordig mogen we dus niet meer helemaal vrij auto's bouwen. Maar die truc was dusdanig ver vooruit in zijn tijd. Ja, dat is bijna ongelooflijk. Je moet je voorstellen, een klein plaatsje, Cergy Pontoise. En dan stonden er tienduizenden mensen, zo niet honderdduizenden. Want ik herinner me dat ik eens een keer 3 kwartier gelopen heb om terug te komen bij mijn auto. In de ijzige kou. Maar die bleven allemaal wachten op één ding. Jan de Roy en Georges Conin. En ja, als die twee de baan ingingen, dan was het feest. Ik denk dat daar voor een groot deel de eerste imagoslag van DAF begonnen is. Ja, Jan is een man die had dat in zich. Die zat ontspannen achter het stuur. 160.
Ja, goed, dat is... Kijk, veel mensen die zitten gespannen dan, want die zijn... Maar Jan die zat gewoon ontspannen, daarom kon hij het zo goed. Ja, wij gingen gewoon met alle andere topmerken gingen wij mee. Wij konden qua snelheid en qua kracht en wendbaarheid en vering en alles hadden we echt wel op punt staan op dat moment. En elke dag schoven we gewoon vooruit in dat algemeen klassement. Jan de Rooij werd vandaag zevende en staat nu dus bij de eerste 10 van het algemeen klassement en blijft leider bij de vrachtauto's. Zoals het eruit ziet allemaal, zijn vooral met die voorsprong die we op het moment hebben op de tweede vrachtwagen, zie ik het heel gunstig in, dat sommigen zullen zeggen. Ik zeg, de auto heeft helemaal niets, de FV's doen het ook allebei prima, allebei de servicewagens ook. Dus de vooruitzichten van mij zijn 100% goed en we kunnen een beetje rustig aan doen in verband met de voorsprong. Dat was natuurlijk voor Nederland geweldig. Die Brabander ging vertellen wat hij daar aan doen was. Nou ja, het leven speelde zich toch af in de Randstad, toch niet hier. Je hebt een held nodig en die was er nog niet. Die kwam dus vanaf 1984, kwam hij eraan. Met 87 als hoogtepunt. Ja, dat straalt toch uit op het hele bedrijf. Dat merk je gewoon aan alles, dat iedereen dan toch weer een opkikker krijgt dat je bij zo'n bedrijf kunt werken. We hadden in de koepel hadden we een soort perscentrum gemaakt. Daar hadden we een telefoon met een stuk of 12 lijnen voor intern gebruik. Dus dan konden de mensen in de fabriek, als ze even vrij waren, even gauw bellen. Is er nog nieuws, weet je wel? Ja, daar waren 7000 hits per dag. Ik ben er zeker van dat het voor de interne motivatie in die tijd geweldig geweest is. Ja. Ja, het was gewoon een gegeven. Nou, en Jan die zou het wel even winnen. Weliswaar met zijn teamgenoten natuurlijk, maar er was geen discussie over. Hij zou het gewoon wel regelen. Maar het 87 was eigenlijk... Ja. Nee, echt concurrentie hadden we niet. En hij won toen met 10 of 12 uur voorsprong op de tweede. Maar voor die tijd was dat, dat was Jur van Het. Dat was, daar deed het voor de lakke rozen. Op het moment dat je de streep overgaat aan het Rauwersmeer, toen in Dakar. Ja. Dan kwam er inderdaad traantjes naar buiten eigenlijk. Zeg van, hey, we hebben het gehaald en we hebben de plaats waar we eigenlijk al jaren mee bezig zijn geweest. Dus dat is, ja, ik vind het heel moeilijk te beschrijven, maar echt. Het was zo erg. Met de aankomst in het Rozenmeer was Corbaan, dat was toen eigenlijk president van DAF. Ja, dat kunnen we nu zien, dat ik de kant om mogen. Ja, de laatste 10, 20 meter heb ik dus bij hem op de bumper gestaan. Het was voor hem emotioneel en voor mij, want voor hem was het dan heel apart dat een zogenaamd belangrijk lid van de Raad van Bestuur bij hem op de treeplank stond. Maar ja, voor mij was dat gewoon normaal, want hij had gewonnen. Ja, daar ben je wel trots op. Zeker als je me over de finish ziet komen. Hè? Want ik was toen ook in Dakar, toen hij dus in 87 finishte. Ja, dan springen de tranen af en toe in je ogen.
Kijk, we zijn, ik zei al, ik heb net verteld, we zijn jongens uit de fabriek en daar. Dan ben je ja, een soort helden dan. Hè. Dat is toch geweldig. Hè. Iedereen die kijkt tegen je op dan. Hè. Dat is een niks handtekening uitdeel. En op posters en mensen vinden het fantastisch. Ja, natuurlijk. Voor mij, ja, als jonge jongen was dat toen de tijd iets, ik vond het veel mooier als dat Nederland wereldkampioen voetbal werd. En het feit dat je oom ja, daar mee rijdt en dan ja, met een truc ja, die gewoon 30 jaar vooruit liep op de andere trucs qua techniek en ontwikkeling. Ja, en dat was natuurlijk ja, een fenomenale tijd. Hier in de regio was iedereen, die keek dan als ze een auto van DAF zagen of als ze een auto van de Rooij zagen. Als transportbedrijf, dan keek iedereen toch van, hey, ze hebben het toch geregeld. Met name de discussie rondom de technische prestaties van DAF en de technische kunde van DAF. Die zijn natuurlijk door de samenwerking tussen DAF en Jan de Rooij, zijn die gewoon aan de achtergrond verdwenen. Kijk, DAF kreeg op een gegeven moment een marktaandeel van 7, 8, 9% in Frankrijk. En ja, dat was ongeveer het dubbele van wat we daarvoor hadden. En dat is in Italië ook zo geweest. En op een gegeven moment heeft dat ook nog zijn positieve uitwerking gehad in Spanje. Dus de positie in de zuidelijke Europese landen is verbeterd. Mede door de prestaties die er geleverd zijn in Paris-Dakar. DAF is wel een echt geaccepteerd Europees merk geworden. Jan de Rooij en à tout son équipage. Oui, vous savez. Ja, het jaar was weer zo voorbij. Het was weer zo Dakar 88. Ja, dus, die vrachtauto's, dus was die uitdaging niet meer. Hè. Het was nou tussen de personenwagens. Ik had toen één wens, zo hoog mogelijk een klassement eindigen. Jan wilde dus graag het algemeen klassement winnen. Ja, dan moet je dus met elkaar bekijken wat daar de noodzakelijke maatregelen zijn. En dat was met name een gesprek geweest tussen Jan en de technici van DAF. DAF wou per se overwinning van het vrachtwagenklassement. Dat was vandaag heilig. Daarop is eigenlijk de tweede auto gebouwd om afspraak die we met DAF hadden in 87 voor 88. Ik mocht gaan wat ik zelf lukte, of wat ik zelf wou eigenlijk, zeg maar. En de tweede auto die moest dan zo gezegd winnen voor het vrachtwagenklassement. Als ik uit zou vallen of als ik kapot zou gaan of noem maar op. Ja, dat was de reden van de tweede auto waarbij die moet de rally gaan winnen als ik toevallig uit zou vallen of ongeacht hoe. Dat was de reden van de tweede auto. Nou, op een gegeven moment zei ze, wil je in de tweede auto rijden? Nou, dat wil ik wel graag, hè? Ja. Dat is toch super. Er is lang over gestreeld, ja, maar goed, DAF had ook zijn eigen wensen, zijn eigen richtlijnen. Ik vond dat er moest een jongen op zitten die, laten we zeggen, een beetje rustig was en die aankomst zeker zou stellen. Maar DAF had dan beslist, dus prima, dan doen we zo. Ja, waarom werd ik gekozen, ja. Omdat ik waarschijnlijk, omdat ze mij ook zo goed, ja, als een goede backup zagen, ja. Zo moet je het denk ik zien. Van der Rijt kon heel goed rijden, maar ja, een rally rijden is toch iets anders dan een stukje in de Oorschotse hei rijden. Dus ja, of dat de beste keuze was, weet ik niet, maar
Ben heeft ervoor gekozen. Ik was niet zo dat ongeleid projectiel, zeg maar. Nee, ik kreeg gewoon mijn wedstrijd. En men denkt er wel eens anders over, maar dat is niet zo. Theo had uitdrukkelijk de opdracht om het kalm aan te doen. Die moest serviceauto zijn voor Jan. Die moest geen wedstrijd rijden met Jan. De bedoeling was dat hij in het kielzog van Jan zou volgen, zonder risico's te nemen. Dat was het uitgangspunt. Echte risico's heb ik eigenlijk heel weinig of nooit genomen. We gaan uit van 100%, ja, maar gaan op 95% zitten voor je eigen. Ja, dus echte risico's, daar heb ik nooit aan gedacht, heb ik nooit over nagedacht, ook niet willen nadenken. En er was absoluut geen competitie tussen ons, hè, want dat denken mensen wel, maar dat is helemaal niet zo. Nee, helemaal niet. En er was, ik hoefde niet te winnen, ik was blij dat ik met die auto kon rijden. Ik hoefde helemaal niet te winnen. Ik kon gewoon aan de voet rijden, in de buurt blijven. En dat was eigenlijk ook de opdracht. De eerste of tweede dag, toen was Theo binnen. Toen ik binnenkwam, was Theo al binnen. Hij was na mij gestart. Dan heb ik ook heel duidelijk tegen Theo. Sorry, jij gaat voor het klassement, jij gaat niet voor een hoge plaats. Ja, goed, ik zeg tegen Jan, je bent waarschijnlijk juist verkeerd gereden. Want ik pretendeerde helemaal niet meer beter te kunnen rijden als Jan. Dat was ook niet zo, maar ja, dat kwam zo uit. Ik kan niet wat jij gedaan hebt vandaag. Ja? En toen was het ook voorbij van mij, maar toen is het ook in mijn ogen gewoon gegaan zoals het had moeten gaan. Na 3-4 dagen toen kreeg ik van mijn eigen gaten, we kunnen bij de eerste vijf komen, totaal even. Ja, dat was mijn toen eigenlijk een uitgangspunt. Ja, eerste vijf is mogelijk, kan gebeuren. Ja. Dat was mij al een hele openbaring. Ja, als je bij de eerste vijf auto's kan komen. Na 87 heb ik een keer een grafiekje gemaakt met de prestatie van Vatane, die dus algemeen winnaar was, en Jan de Rooij. En dan zie je dat Jan dus op sommige stukken gemiddeld sneller was dan Vatane. Ook de meeste stukken was het omgekeerd, maar hij kon Vatane aardig bijhouden op sommige trajecten. I think the beauty of Dakar is its unpredictability. You never know in the morning when you what that day will be like. Only in the evening you know well if you did well or you didn't do well. So it can produce this kind of sequences, and well, that's how it should be. You know, that's how it should be. Surprises, you know, uncertainty. That's all part of the game. Die moeten we hebben. Die moeten we wijzen. Dat zijn ook dingen voor wijken daar ga je iets doen waar je naar die 100% gaat. I only saw him when he was literally past me. And of course you are surprised. Ik kan me dat goed voorstellen, ja, als ik in die Peugeot had gezeten en er komt ineens een Turbo Twin voorbij gedonderd. Ja, dan zou ik ook denken, shit, heb ik hem wel in de goede versnelling? Of maar dat is toch net het hele mooie. Well, must have been the lowest point in my career. I mean, I have
I have hardly, you know, it took me weeks and weeks to overcome. No, in Dakar anything can happen. Als je dan op de zandpiet met 200 kilometer naar je voorbij kan rijden, voor je eigen hebt, zeg ik. Mooi wat er is. Echt. Ja, dan heb je een product gemaakt, hè, als je dat kunt of niet. Ik denk dat iedereen dat beeld op zijn netvlies heeft staan. Iedereen. Als je met mensen praat over, dus bijna 30 jaar geleden, over die rally, dan zal dat het eerste zijn wat ze roepen. Ja, die vrachtwagen met die, hoe heette die man ook alweer, die rallyrijder. Dat is nog steeds raak. When you are in a lorry with the big wheels, uneven, you know, bumpy surface, you know, favors the truck. But anyway, regardless of the circumstances, I mean, Sandro was pushing hard and fair enough, you know, no any excuses. Dat is zoiets dat ik denk, nou, dan heb je. Ja, en ik denk, ja. Ja, die dag hadden we ook een prachtige prestatie neergezet. Ik denk dat we tweede of derde gefinished zijn die dag. Ja, dat was geweldig. Somehow Jean and Laurie, they were very compatible. And they left a lasting mark in the minds of people. Ja, waren we eigenlijk een beetje afgeleid naar een aparte plaats. Je merkt dat er iets aan de hand was. Hè? Zo werd naar ons toe gereageerd. Het was niet een normale finish. Die dag die was al verkeerd begonnen, want we hadden ons eigen verslapen en Casey was niet naar de briefing geweest. He, want bij de briefing, ja, het is die etappe die begon anders dan dat hij normaal begonnen was. Die massastart die had een dag van tevoren plaats moeten vinden. Dus misschien een teken aan de wand. Ik zat links en de piste bleek achteraf rechts te zijn, dus waar ik reed waren geen sporen. En er zijn een paar hobbels geweest en er is die auto op gaan stuiteren. En dan zijn wij dus binnen, ja, tussen de 5 en 10 minuten naar de start. Nou, je bent niet moe dan. Hè? Dus ik ben gewoon met open ogen in de val gereden, ik heb het niet gezien. Wat ik ervan begrepen heb, is dat die auto op, zeg maar, door over de heuvel of te rijden, dat die met uiteindelijk met de punt voor in het zand gedoken is. Dat toen Van Loevestein eruit geslingerd is. Kees is uit die auto geslingerd en de andere twee die zijn zwaar gewond in de cabine gebleven. En ja. Trieste gevolg voor Kees van Loevestein was dat hij overleden is en de andere twee zijn zwaar gewond geraakt. Door de been gevallen. Dan komt de klap nog harder aan. Hè?
hoorde ik pas in Nederland, maar ik wist het eigenlijk wel, want ja, ik voelde dat. Ik voelde dat, hoe de mensen tegen me waren, zeg maar. Maar dat werd niet gezegd. Ik wist wel. En dat is wel erg. Dat is, ja, dat is toch een goede maat van je die het niet redt. En dat is ja, super vervelend. Ja. Men gaat met de massastart altijd sneller rijden. Want dat is die competitiedrang die er dan is. Dus we hadden wel een voertuig dat ook verschrikkelijk snel was. Dus dan rij je ook ja, 20, 30 kilometer per uur harder dan dat je normaal doet. Ik zou wel iets snel gereden hebben voor de plaats daar. Hè? Dus, dan is het, ja, ik zeg al, de chauffeur is de laatste verantwoordelijke. Dus ja, dan is het mijn fout. Gedurende dat weekend is gewoon naar buiten gebracht dat DAF A zou stoppen met de rally op dat moment. En dat we zouden stoppen met Paris-Dakar, omdat de mening toen al was, maar later ook is bevestigd, dat je kunt niet een merk promoten ten koste van mensenlevens. Ja, dat vond ik een paniekbeslissing. Als je meedoet aan een rally, dan loop je het risico dat dat gebeurt. En ik vind altijd dat je dan achteraf niet moet zitten zeuren, want ja, we hebben het risico gekregen. Ja, dat is dan heel vervelend en heel pijnlijk, zeker voor degene die het betreft. Maar het zit er gewoon in. En als je dat nooit wil hebben, moet je nooit meedoen. Dan moet je ook geen vrachtwagens mee maken. Ik vond toen ook een beetje vreemd dat ik zo reageerde van stoppen en naar mijn huis. We zijn ook aan mijn huis gegaan, hoor. Dat is raar nu, maar in principe was mijn uitgangspunt, we gaan door. Amen. Het grote discussiepunt met Jan was het terugtrekken. Daar was hij heel boos over. Voor het truckfabrikant kan ik er 100% aan komen. Ja? Ik voor mijn eigen, als Jan zijnde, vond ik dat een kromme beslissing. Ja? Het is toch eenmaal zo. Je kan het niet meer terugdraaien, dat gaat niet meer. Nee. Vanmiddag besloot de raad van bestuur van DAF Trucks om niet meer mee te doen aan de rally Parijs-Dakar. Zaterdag verongelukte de 31-jarige Kees van Loevezijn, de navigator uit de DAF-equipe. Na dit alles worden de protesten tegen dit woestijnavontuur steeds heviger. Nou, waar liggen nou de grenzen bij zo'n uitputtend sportevenement en is dit nog wel sport? En natuurlijk is het zo, als je aan een dergelijke rally meedoet, dan is het risico veel hoger dan wanneer je gewoon deelneemt aan het verkeer. Dat is duidelijk. Maar we hebben altijd gezegd, veiligheid is nummer 1. Maar het gaat erop, heel simpel gezegd, zou ik zonder meer weer terug aan de Dakar. Ja? En met het televisie-interview is ik al gezegd, dat doe nooit meer mee. Ja, dat vond ik nogal een beetje bot. Maar wij hadden een andere achtergrond om deel te nemen. Wij waren niet professionele participanten van Paris-Dakar. Wij deden mee aan Paris-Dakar om gebruik te maken van de enorme publiciteit die dat met zich meebracht. Nou, dat is dan. En als daar dan een van je eigen mensen bij komt te overlijden, dan moet je er wel kijken waar ligt mijn grens. We hebben daar technische mensen naartoe gestuurd om vast te stellen wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. En er is niet vastgesteld dat er roekeloos is omgegaan met de spullen. Er is gewoon een ongeluk gebeurd. Ja, dat is een
Een vraag die we ons ook gesteld hebben, is, zat die stoel vast genoeg in de cabine? En daar hebben we door TNO laten onderzoeken. We hebben ook zelf onderzoek gedaan. En we hebben alles gecontroleerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we toch wel aan alle regels die daarvoor stonden voldeden. Ja, ik vergelijk het wel zo. Die trucks waren zo fenomenaal. En dan gebeurt zoiets. Dat grenst aan het ongelooflijke. Ja, ik zie het een beetje net als de Titanic. Hè. Het schip wat niet kon zinken. Ja, er zijn van die dingen in het leven die toch gebeuren. Ik hoef niet de onderste steen boven te krijgen om waar ligt het aan. Het is gebeurd en je wilt altijd voor jezelf. Ik kan er niks aan doen, maar je zit toch achter het stuur, dus je bent eigenlijk toch verantwoordelijk. Je moet een kop niet in het zand steken. Ik ben geen die achter het stuur zat en verder niemand. Maar hoe het echt gebeurd is, is voor mij niet duidelijk en nog niet duidelijk. Praat hij niet zo snel over. Pas als hij echt met een paar man bij elkaar zit en ze houden een lekker boltje, dan wil hij nog wel eens wat zeggen. Maar niet, hij is niet de prater. Wij allemaal niet, heel de familie Drooi niet. Maar binnen verder denk ik. Of houdt dat voor zich. Hetzelfde als ik. Ik praat eigenlijk ook niet zoveel over. Ik weet dat ik over moet praten. Met het team dat het kan gebeuren, maar meer ook niet. Je vecht, dus moet je terugkomen. Hè? En ik heb geluk gehad, want ik ben lichamelijk, ben ik helemaal hersteld. Nou, zo gauw als ik toen ik weer ging werken, denk ik, ik heb mijn fiets staan en ik zal eens met de fiets gaan. En god, ik was in zon en ik denk, moet ik naar Eindhoven? Ik ga mijn tong al op mijn schoenen hangen. Ik heb doorgezet en ik heb sinds het ongeluk nu wel 120.000 kilometer met de fiets. Het ergste vond ik dat toen besloten was om te stoppen, dat alles wat er van Parijs-Dakar aan papieren en documenten en weet ik wat bestond, dat die vernietigd moesten worden. Ja, dat was een beetje raar, want dat was een zwart boek. Dat was alles wat met Parijs-Dakar te maken had, dat was verdwenen, dat was verwijderd. Ja. Dat is wel eens zo. Maar raar geweest, maar daar ben je ook aan. Maar ik heb het niet expres gedaan. Hoor. Ja, het was over en uit, hè. Dus en dat boek was dicht en dat was weggegooid. Dus dat is over. Wakker gebeuren is definitief uit ogen armen.
iedereen die nu Dakar rijdt, en met name met een truck, is erg onder de indruk van die prestaties toen. En uiteindelijk misschien in het verlengde van die prestaties van toen, dat er nu heel veel mensen met een truck rijden.